Het was niet lang geleden toen Thomas en ik ons afvroegen waar pindakaas vandaan kwam. We besloten een experiment op te zetten en we kochten pinda's en kaas en deze legden wij in de magnetron. We waren benieuwd wat het zou doen. Oh mijn god, ik kan het niet geloven. Er is niks gebeurd. Misschien moeten we hem aanzetten. Het waren de 10 spannendste secondes van mijn leven. En zo geschiedde de origine van het beste product ever. Pindakaasbaas! En nu hoor je natuurlijk denken, maar wat kan ik met pindakaasbaas nou in godsnaam? Je kan er alles mee doen. Je kan je ermee scheren, je kan er muziek mee luisteren, je kan er de ramen mee lappen, je kan hem zelfs uitlaten, verstoppertje meedoen en anders nog meer muziek luisteren. Of wat dacht jij ervan om een meisje te versieren met je pindakaasbaas, waarna je nog een keer kan proosten met haar en daarna een lekkere slok pindakaasbaas kan nemen? En geef daarna het meisje al je pinda... kaas. Tenzij je erachter komt dat het eigenlijk Thomas is. Pardon, ik bedoel het niet zo. We kunnen hier toch over praten? En ren daarna lekker vol tranen en ongeloof over de straten te huilen met je pindakaasbaas. Omdat je erachter bent gekomen dat je achterbakse verraderlijke transseksuele beste vriend... En ook je enige vriend. Ja, je bent een spijtig geval ook, hè, Bardo. Thomas, ik heb ook Dennis. Dennis zit in een rolstoel. Man, ik ben bezig met een voice-over. Hier, heb je een plaszak. En nu ophouden met zeiken. Ja, het is wel degelijk een van de beste producten die ik ooit in mijn leven heb gebruikt. Ik heb niets meer nodig. Zelfs broeken zijn voor mij overbodig geworden. Pindakaasbaas is gewoon de shit. Once you go pindakaasbaas, you never go back. Even serieus. Of denk eens terug aan vroeger met Sinterkaas dat je je allereerste pot pindakaasbaas kreeg. En dat je daarna lekker op zaterdagavond kon gaan kijken naar Pinda de Mol op tv. Heerlijk. Of met Pasen, daar komt altijd de kaashaas langs. Hé, gast, waarom doe je dit? Hoor je geen eieren te verstoppen? Ik ben de kaashaas. Mijn broer, de paashaas, is van de eieren. Bestel nu snel de pindakaasbaas en ontvang gratis een single van 50 cent in de kaas. En dit alles voor slechts... Wow, zo goedkoop en zo handig. Bel nu via 073 23 14 graden 4... Als we met je eigen paas. Oh, what the fuck, Thomas? Wacht even, waarom eet je pindakaas? Omdat dat lekker is. Maar Thomas, ze had 2 kinderen. Ze was moeder van een gelukkig gezinnetje. Mama, nee! Mama! Vaarwel, kinderen, vaarwel! Wat heb ik gedaan? Auw! Oh, sorry. Nee! Yo, dan gasten, bedankt voor het kijken in deze Spiks met de nieuwe Banjo Movie. Ik wil eerst Thomas bedanken voor het meespelen in deze video. Links in deze hoek kan jij de parodie vinden van hem die vandaag online is gekomen. Zeker weten kijken, ik doe er ook aan mee. In de beschrijving kan je het kanaal vinden van Dylan Hagens. Heel erg bedankt voor het meespelen. Deel deze video met al je vrienden en vergeet vooral niet te abonneren op mij. In de beschrijving hier beneden, klik op de knop abonneren. Dankjewel. En stuur hem door naar al je vrienden via Twitter, Facebook en noem het maar op. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later.